Welkom bij een nieuwe weekvlog. Kijk eens wat een prachtig uitzicht. Een hele goede morgen vanuit San Remo, mensen. Nou, wij zijn toch op een mooi plekje wakker geworden. We staan niet alleen, we staan met een hoop andere campers. Ik denk een stuk of 40, 50 anderen. Echt, de hele straat staat helemaal vol tot aan het einde. Wij staan hier. Maar als je het uitzicht ziet, dan snap je waarom dat hier zoveel campers staan. En het wordt gedoogd. Dus dat is helemaal mooi. En kijk eens hier, wat een prachtig uitzicht met een mooie zonsopkomst. Nou, dat is nog eens wakker worden. En wij gaan vandaag dus hier genieten van een mooie dag aan de zee weer. Dus ik ga jullie eens wakker maken en dan rustig ontbijten. En dan hopelijk komt er dan een plekje vrij hier ergens in de strook. Dan kunnen we meteen aan de zee parkeren. Dat zou heel mooi zijn. Want nu hebben we net niet de sea view. We zijn even een rondje lopen. Jullie nu even aan het water voelen. Kom, duik. Ik heb mijn bot nog niet aan. Oh, heerlijk jongens. Denk dat dit een voorproefje is voor wat we in de winter gaan meemaken. Het bevalt ons wel. Nou, hier in Italië is het seizoen om, denk ik. Alle strandtentjes hier zijn dicht. Dus wij gaan langzaam teruglopen richting Eddy. En dan gaan we daar lekker chillen bij de camper. We zijn terug. Nu gaan we de stoelen hier neerzetten. En lekker chillen. Dus 3, 2, 1. Lekker. Goedemorgen. Het is zondagochtend en wij zijn goed begonnen. Ik heb buiten gesport. We beginnen rennen voor de verandering. We hebben twee leuke avonden gehad met mensen die we hebben leren kennen. André en Lisa, ook fulltime reizigers. We doen even hier een Instagram zetten. Super leuk om te volgen. Ja, en die hebben ons weer even gemotiveerd om het sporten weer op te pakken. Want dat zat er eigenlijk niet meer in. Oh. Dus proberen het nou weer opnieuw vast te houden. Ja. Zodat we iets fitter worden en niet zo lui zijn 's morgens. Nou, terwijl Pascal wat verfrissing in de zee zoekt. Ja, zoals jullie kunnen zien, daar. Ben ik me klaar op maken, want we gaan zo naar de markt. Die moet 6 kilometer verderop zijn, dus daar gaan we heen lopen. Kijken wat daar los is. We moeten streng zijn met controles voor corona, dus we moeten onze telefoons meenemen, het vaccinatiebewijs. Maar jullie gaan mee, dus jullie gaan het zien. Als Pascal eindelijk klaar is met zijn verfrissing. Daar is hij hoor. Klaar om naar de markt te gaan. Hop, hop, hop. Ja, dit is gewassen. Is dat lekker? Ja. Voel je nu fris of juist niet? Ja, met die zee ook gekocht hebben. Die nature soap. Voel ik wel een beetje fris, ja. En ik heb zeker een handdoek nodig. Ik heb een handdoek nodig, ja. Die ga ik verpakken. Tot straks op de markt. Yes. Ik heb al heel lang niet zoveel mensen bij elkaar. Op iedere markt, in ieder land waar je komt, in Spanje en zo ook, heb je ook altijd die markten. Dan heb je iedere 5 of 6 kraam. Begint het weer opnieuw. Allemaal hetzelfde.
Hier komt eten, dat is wel leuk. Ja, maar wel leuk altijd. Ik hou er wel van die markten. Ik heb honger. Verstandige keuze. Ik had een twijfel tussen gebak of dat. En dan heb ik een pan con olive. Dat is een broodje met olijven erin. Zo, dat was de markt. Ja, blij dat we weg zijn. Erg druk daar, dus we hebben de markt naast ons laten liggen. En nu lopen we naast de markt. Wel leuk om meegemaakt te hebben. Ja. We zijn dus kennelijk geen toeristen. Nee, het is een markt, het is gewoon iedere zondag hier. En nu gaan we eens even verder lopen naar de haven. En dan even het stadje van Sanremo, het oud stadje bekijken. De Old Center, City Center. Dus, kom mee. En hier liggen alle vissersboten. En vanmorgen, toen ik in het rennen was, heb je hier een klein marktje. En nu is er niks meer te doen, maar vanmorgen waren ze daar alle gevangen vissen te verkopen. Dus jammer dat het nu weg is, anders hadden jullie even kunnen zien wat voor spektakel dit was vanmorgen. Want het was aardig druk, maar nu is er niks meer te doen. Er staan gewoon auto's voor geparkeerd. Je ziet wel echt dat wij toeristen zijn. Voor ons is het een heerlijke temperatuur, zo'n dus topje, korte broek. Maar de echte Italiaan heeft al de winterjas aan en de laarzen. Dus dat is wel leuk om te zien. Welkom in Sanremo. En zo loop je door de haven en zo loop je in een stad. Ik had niet verwacht dat Sanremo een hele week op straat had. Toevallig liepen we erin. Dus nou, gaan we ook nog even kijken. Hè? Middag, we begonnen honger te krijgen. Ze hebben een lekkere panino en een blikje fris. Dus wij gaan genieten en we zien jullie dadelijk weer bij Eddy. Wij zijn terug bij Eddy en we gaan nu lekker op de rotsen chillen. Goedemorgen! Good morning! Wij zijn de dag alweer heel goed begonnen. We hebben gesport zoals jullie net hebben gezien. En nu de zee in, denk ik. Ja, even afkoelen. Weer plek. Wel koud. Wel koud, ja. Maar wel echt verfrissend. Zo, dat was lekker. Even afgekoeld. Heerlijk. En nu terug naar de camper. Misschien vanmiddag nog even een rondje fietsen. Zo mensen, we hebben de fietsen van de camper afgehaald. En wij gaan een stukje fietsen door Sanremo. Yes. Want we waren een beetje op internet aan het kijken. En hier moeten ook mooie fietspaden zijn.
met een 2,5 kilometer lange fietstunnel. Dat is een tunnel, dat is ooit een treintunnel geweest en die hebben ze nu als fietstunnel aangelegd. Dus die gaan we eens even zoeken en dan fietsen we daar doorheen. Echt een mooi fietspaadje hier. Bravo, San Remo. We found the tunnel. Nou, dat komt gewoon geen einde aan. Ja, dat is toch 2,5 kilometer door een tunnel fietsen, dus dat is ver. Dat is ver. In die kant geen einde meer. En die kant ook niet. Wat een avontuur. Dat het een oud treinspoor is hier, zie je overal nog oude stations. Waar wij fietsen liep de rails. En hier hebben we bijvoorbeeld weer een stationnetje. Mooi dat ze daar dan fietspaden van hebben gemaakt, want voor het uitzicht is het wel beter dan een spoorrails hier langs de boulevard. Dat zie je ook weer in andere landen, dat ze langs de kustlijn een grote weg of een spoorweg maken, omdat het de makkelijkste weg is bij je bergengebied. Maar hier hebben ze er gewoon een fietspad van gemaakt, waarom weet ik niet. Maar wel leuk om overheen te fietsen. Zo, we hebben heel eventjes pauze, even pitstop. Ongeveer 20 kilometer erop zetten. Nee. Ja, 20 kilometer. Daar 20 kilometer terug. En dan nog even tussen de zee in, zeg ik. Even wassen in de zee. Ja. Nee, we hebben ook langs de weg hebben we het strand uit gezien. En die biedt ook hot showers aan voor 1,50 euro. Ik denk dat we daar even stoppen. Dat was ook al ons plan. We hebben al handdoeken mee. Badpak is al aan, dus misschien mogen we dan ook even bij het strand liggen daar, in die strandtent. Het zal zeker mogen, dus dat is eigenlijk de planning. Een klein stukje die kan op fietsen, denk ik, en dan terug. Dus we hebben weer een lekker actief dagje gehad op deze prachtige plek. En de informatie daar ergens ligt uit. We zijn terug bij de camper. We hebben heerlijk gedoucht. 1,50, lekker warm met shampoo. Ja, dat was wel de moeite waard voor die 3 euro. Ja, maar dan gaan we iemand weg. Het is op en afgaan hier. We gaan nog eventjes heerlijk genieten van de zon. Deze stoeltjes. En dan was het ook ons laatste dag hier. Morgen ja. Richting. Monaco! Monaco! Ik ga daar eens even een paar dikke wagens spotten. Who knows, who knows. Voor nu? Doei! Nee, ciao! Ciao, bella! Nou mensen, terwijl wij even zitten te genieten van een klein borrelplankje, is al bijna op, kwam er even een camper langs. Het is geen camper meer. Ik denk wel een grote touringbus van 16 meter, maar dan omgebouwd tot camper.
Nou, die kwam hier dus door dit smalle straatje voorbij rijden. We zwaaiden op hem dat er geen plek was achteraan. En dat er ook geen keermogelijkheid is voor zo'n grote camper. Maar hij zag me niet. Of hij zag ons niet. Dus hij zal zo wel terugkomen in de achteruit. Dan zullen we even een shotje maken. Dat komt nu. Je moet nog even een stukje achteruit rijden. Wat een ellende. Goedemorgen mensen. Buongiorno. Wij gaan dit prachtige plekje verlaten na 5 dagen. Gaan we meteen nog even ontbijten. En dan rijden wij door richting Monaco. Maar het is toch moeilijk om met zo'n zonopkomst het plekje te verlaten. Dus vandaar dat we hier al 5 dagen zijn blijven hangen. Jammer. Maar vandaag gaan we echt door. Dus we nemen jullie mee naar Monaco. Ciao. Monaco! Even het landje tussendoor. Even tussendoor. We gaan kijken als we een parkeergarage vinden. Die zou speciaal voor campers moeten zijn. Dus laten we zien als we tot daar komen. Nou, we zijn aangekomen in Monaco. En ook in de garage. En bij deze garage word je geholpen om een plekje te vinden. Dat is een parkeerwacht. En die komt eventjes met zijn fiets mee. En dan gaat hij ons laten zien waar we mogen parkeren. Wat een service hier. Mag ik wel voor... Betalen we ook voor, ja. 5 euro per uur. 5 euro per uur. Ach, kijk eens hier. Wat mooi. Nou, we hebben onszelf heel eventjes snel omgekleed. Hier in de camper, in de garage. En we gaan nu vliegend vlug door Monaco rennen. Dus we hebben 2 uur dus, tijd. We gaan nu. Dat het hier erg duur is om parkeren, hebben we onszelf 2 uur de tijd gegeven. Dus laten we kijken als we het halen. Hoeveel zijn we kwijt? Wat nou? Ik heb de camper binnen. Alleen jammer dat hij niet in de sneeuw kan. Dat is geweldig. Er staat een tent voor. Mijn casino zou mooi moeten zijn. Alleen op de trap voor het casino hebben ze een tent neergezet. Wordt geblokkeerd. Dus een mooi beeld zit er niet in. Maar hier is de bovenkant. Ook mooi. En hier, dames en heren, is de start van de Grand Prix. Start-finish. En hier heb je alle vakken waar de coureurs normaal starten. Dus. Voor de echte Formule 1 fans, voilà. Zo, wij zijn even te wachten hier op de pier in de haven van Monaco, want we worden zo naar ons jacht gebracht.
Dat is hem. Nou mensen, welkom aan boord van ons jacht, genaamd Eddy. Even gestopt bij een boulangerie om een croissantje te scoren. Even kijken hoe die eerste croissant uit Français smaakt. Nou, bon appétit! Een lekkere croissant. En waar heeft dit jacht ons weer gebracht? Aan het water natuurlijk. Aan een hele andere mooie plek. Je mag hier de nacht gratis doorbrengen en vanaf de 15e mag je hier heel de dag gratis staan en nacht. En wat is het vandaag? De 13e. Jammer. Anders had ik ook wel weer een paar dagjes kunnen vertoeven aan dit strandje. Ja, maar ja, het is niet altijd feest. Nou mensen, goedemorgen. Of een vroege morgen. We zijn gewekt door de Franse politie. Die staan nog met de buren te praten. Wel aardig. Ja, het is verboden om hier met de camper te staan. Overdag. Overdag, ja. Ze vonden het niet erg dat we geslapen hadden, maar we moeten wel voor 9 uur weg zijn hier. Want dan staan we hier illegaal. Vanaf 9 uur moet je betalen. En je mag met een camper, ook niet met kaartje, mag je hier gewoon niet staan. Dus wij gaan vertrekken. We weten niet waar naartoe, maar dat zien jullie dadelijk. Dus tot zometeen on the road. Nou, dat was even vroeg net. Kopje thee gepakt en we zijn onderweg. We zijn vertrokken. We gaan eventjes naar de supermarkt. We moeten sowieso boodschappen in. En blijven daar eventjes staan om te zoeken waar we daarna heen gaan. Wat dan ons plan is. Yes. Daar moet je heen. Het is nog vroeg. Het is een vroeg jaar. Nou, dat was wel een lekker plekje voor vannacht. Oh mensen, dat is niet altijd feest in de camper. Dit is inmiddels al 11:30. We hebben nog geen nieuwe spot gevonden. De supermarkt vinden was een ellende. Bij Nice in de buurt. De navigatie werkte niet mee. En nu is het 11:30. We zitten nog steeds in de auto. Op zoek naar een spot. Nou, ik ben ook op zoek naar een parkeerplaats. Ja. Overal is het verboden campers hier langs de kust. Dus we zijn zwaar aan het overwegen om dadelijk het binnenland in te rijden. Nou, we hebben een tijdelijk plekje gevonden waar we heel eventjes gaan ontbijten. Of nou ja, brunchen kunnen we zeggen. Ja, dat is een middag. Het is wel een heel mooi plekje, maar ik verwacht dat je hier niet lang mag blijven staan als we zo naast je staan. Dus het is eten, even opzoeken waar we wel heen gaan en dan door. Maar het is wel heel mooi. Kijk maar. Dus er zijn allemaal auto's geparkeerd, mensen met stoeltjes. Maar we zagen een paar meter verderop een bord staan dat je niet hoger mag zijn dan 1,90. Ja, dat zijn zwaarder dan 2 ton. Ja, dat zijn wij allemaal. Maar we gaan toch maar even eten hier. Ja, want ik heb honger. En uitzoeken waar we heen gaan. Wel een mooi uitzicht. We moeten nog 8 minuutjes, als het goed is. Dan zijn we op ons slaapplekje van vannacht. En dan zoals altijd hopen dat het iets is. Dat er geen bord staat voor de campers. Of geen hoogte. Staat hier overal. Ja, of geen hoogtebeperkingen. Zo nog een dingetje hier. Ja, hier komt er weer een. Overal weer de parkeerplaats heb je hier 1,80 meter. Ze bellen ons hier niet.
niet echt campervriendelijk in de Côte d'Azur. Nou, we hebben een plekje gevonden hoor. Ja. Meteen aan de zee. La mer. La mer. Achter ons mooie rotsen. Rode rotsen. En Eddy staat hier achter deze rots. We zijn even een stukje over de rotsen gelopen om te kijken hoe het hier uitziet. Dat is echt een mooi plekje. Niks speciaals. Gewoon een parkeerplaats langs de weg. Een grotere parkeerplaats, maar wel met prachtig uitzicht. Ja. Ik ben even klimmen tussendoor. En daar zien jullie Eddy. Daar. Nou, goedemorgen. Wat is dit toch een heerlijke hieratisch plek. Want kijk eens hier. Het ontbijt wordt gewoon voor ons klaargezet. Ah, nee, grapje. Ik denk dat dat van een paar busjes verder is en die dachten zeker achter de camper waait het niet, zullen we daar eens gaan ontbijten. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben nog steeds een prachtig uitzicht. En we gaan zo vertrekken naar de camping. Naar de camping! Het wordt super lekker weer. Het gaat wel wat waaien, zelfs wat minder, maar moet niet klagen. Dus even naar de winkel en dan naar de camping. Goedemiddag mensen, of bijna al avond. Wij zijn aangekomen op de camping vanmorgen. We hebben al heerlijk bij het zwembad gelegen. We hebben al gedoucht, de wasmachine staat aan. Pascal is buiten de waslijnen aan het maken. Dit is de camping, lekker groot. En het heeft een zwembad. En het ligt aan het strand. Dus heerlijk. En nu ga ik wat tochtjes klaarmaken met kaas, want die hadden we gekocht, Franse kaas. Bij een klein kaaszaakje. En rode wijn had jij gekocht, toch? Nou mensen, terwijl wij hier lekker aan ons borrelplankje beginnen, zeggen we proost op het weekend. Want het is wel vrijdag, dus dat betekent einde van de vlog. Dus we willen jullie weer heel hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te geven en op die rode abonneerknop te duwen. Dan zijn wij weer hartstikke blij. En tot volgende week. Au revoir en a bientôt. Au revoir. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op ons kanaal en volg ons ook op social media.